88 miljoen werd aan de dijk gezet toen Hare Majesteits kruiser de zeven provinciën vastliep in de haven van Den Helder. Hallo 7, hallo 7, hier Dijs, volle kracht achteruit, over. Hallo 7, hier Dijs, volle kracht achteruit, langzaamaan. Na 24 uur lukte het 5 marinesleepboten het schip weer los te trekken. Hier de Dento, langzaamaan. Duikers van de Koninklijke Marine hebben direct na aankomst een onderzoek ingesteld. Het ziet er naar uit dat het schip haast geen schade heeft opgelopen. De zeven provinciën zal begin september alweer kunnen deelnemen aan de vlootschouw in Amsterdam. Miss Europa, Corine Roodschaefer, is uit Amerika teruggekeerd waar ze bij de Miss Heelal-verkiezing het meest fotogenieke meisje ter wereld werd. Ontelbare foto's van Paul Huff bewijzen dat. Het poseren vult een groot deel van haar dagtaak. Daarnaast werkt ze als mannequin. Ze heeft haar eigen kleur lipstick, evenals haar eigen vaste pleisterplaatsen waar ze zelfs telefonisch te bereiken is. Die pleisterplaatsen zijn zorgvuldig uitgezocht. Er moet een spiegel zijn waar ze zich even kan opmaken, want daar kan zelfs het meest fotogenieke meisje ter wereld niet buiten. Veel mensen begrijpen niet dat Corine in Amerika een filmcontract heeft afgeslagen, maar dat was voor haar niet moeilijk. Er is maar één Hollywood, vindt ze, en dat is Amsterdam. Telegraafpalen waren de duurste zitplaatsen in het Oost-Brabantse dorpje Luiksgestel toen daar de traditionele reepwedstrijd wordt gehouden. Zo'n reepwedstrijd lijkt niet meer dan een gewone hoepelwedstrijd, maar er komen enkele pikante bijzonderheden bij die de strijd voor Brabanders aantrekkelijk maakt. Zo wordt namelijk uitgestreden voor de zeven cafeetjes die het dorpje rijk is. De kasteleins en hun vrouwen moeten meedoen om een boete van 5 gulden te ontlopen. En dat houdt voor een Brabander in dat er hier en daar een biertje te vatten is. De voornaamste strijd wordt geleverd door de vrouwen van Luiksgestel. Het beste interlok werd getoond toen de oudere mannen hun broekspijpen hoog omsloegen en oproepelden. Een weelde die vele, toch sterke benen, niet konden dragen. We gaan allemaal naar de maan klinkt niet zo onwaarschijnlijk meer nu de mens wellicht aan de vooravond staat van de overwinning op het heelal dankzij het werk van de ruimtevaartgeleerden die het 9e ruimtevaartcongres bijwonen dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden. De mannen die op het congres natuurlijk in het middelpunt van de belangstelling staan zijn de Rus Seedorf en de Amerikaanse geleerde Dr. Werner von Braun. De uitwisseling van wetenschappelijke gegevens is het doel van deze bijeenkomst van 300 geleerden, voor wie gepraat in de ruimte een dagelijkse bezigheid is geworden. Als er een schip te water wordt gelaten zoals deze week in Amsterdam gebeurde met het 39.000 ton metende tankschip Borgny, slaan de arbeiders beneden het zogenaamde laatste beletsel weg, terwijl een vrouwenhand bovenop een platform de champagnefles tegen de boeg doet spatten. Zo gleed de Borgny met een kleurig beschilderde boeg het water in, nagestaard door de mannen die het denk- en tekenwerk van de ingenieurs met hun handen uitvoerden. Een Noors schip, in Nederland gebouwd, liep te water dankzij vele mannenhanden en één vrouwenhand.
In het Prinsenhof in Delft wordt de 10e oude kunst- en antiekbeurs gehouden die vele bezoekers uit binnen- en buitenland trekt. Antiquairs koesteren voorzichtig een zeldzame dromedaris van Delfts porselein, nemen kostbare schilderijen onder de loep of strelen de mooie vormen van Silesisch glaswerk. In totaal staat er dit jaar voor 9 miljoen gulden. Een antieke vogelkooi en een paarlemoeren schotel met zilveren rand uit de 17e eeuw. Zeldzaam brons van de in 1530 in Nijmegen geboren kunstenaar Van der Schart. Schilderijen van schilders met klinkende namen. Rembrandt zoals hij zichzelf zag. En Rembrandt zoals zijn tijdgenoot Gerard Douw hem zag. Alles is er erg oud in het Prinsenhof. Oude musketten en een oud uurwerk. Tot zelfs oude klaren uit een oude tinnen tapkast. Het voetbalseizoen is weer geopend. Affiches trekken weer duizenden Nederlanders naar de wedstrijden van hun clubs. Iedere zondagmiddag kopen duizenden weer een kaartje voor een zit- of staanplaats, nemen een programma erbij, lopen door de hekken en zoeken dan naar een open gat in de eivolle tribunes. Ook op straat zijn de voetbalpartijtjes weer begonnen, waarvan deze stellig overgespeeld zal moeten worden. Onder protest.